Al een aantal weken is Diederik Jekel te zien met het tv-programma Jekels Jacht op NPO2, waarin hij belangrijke experimenten uit de wetenschappelijke geschiedenis herhaalt. Gisteren zat de presentator op een of andere boot te klooien met een middeleeuws uurwerk dat je kunt gebruiken op zee. Hij bakte er echt helemaal niets van. Diederik raakte zo gefrustreerd dat hij de cameraman maande om even uit zijn aura te lopen. Ik had dit ook moeten oefenen, voeterde hij. En niet veel later, geeft MME. De kijker schrok zich thuis helemaal lam van de scheldende Diederik. Hij gaat daarom diep door het stof op Twitter. Voor wie Jekels Jacht keek zojuist, excuus voor mijn domme vloek. Was overbodig, niet mijn stijl en ontschoot me na een lange draaidag. De excuses van Diederik worden geaccepteerd, blijkt uit de reacties onder zijn post. Fijn dat je je excuses maakt, er wordt veel te veel gevloekt tegenwoordig. En een vloek gebeurt niet, per ongeluk. Vloeken is een keuze, want als je dat echt niet wilt, zit het niet eens in je vocabulaire, zegt Marielle. Ene Bert daarop, first world problems. Diederik, we leven, daarin, dus dat betekent niet zoveel, knipoogend gezicht daarbij gaat het meer om opletten dat ik mensen niet onnodig grief. En daarbij is geloof bij uitstek iets dat in alle economische scenario's voorkomt lijkt me. Kleine moeite voor mij om daar rekening mee te houden toch, smiley. Sootje heeft ook begrip voor Diederik, haha, het viel mij op maar mijn zoon zei, wetenschappers hebben natuurlijk niets met God. En dat vond ik logisch klinken. René, past inderdaad niet bij vent en tv-maker van jouw klasse. Wat dan weer wel bij je klasse past, is deze tweet met kort excuus en uitleg. Klaar. Topper. Diederik, jullie hebben gelijk en er wordt me soms op gewezen maar ik maak dat soort fouten nog steeds wel eens in de snelheid. Dank. Ik blijf er weer op letten. I'm still